Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgas met Joey. Deze teller blijft stilstaan. Hoe komt dat? De tellerkabel is gebroken. Dus, wat gaan we vandaag doen? We gaan de snelheidsmeterkabel vervangen. Want dan doet je teller en je kilometerstand het weer. Daar gaan we. Mensen, de snelheidsmeter van deze Harley is defect. Dus die gaan we vervangen. Want dat moet van politieagent, want hij moet werken. En ik ga laten zien hoe dat moet. De kabel is gebroken, dat heb ik al gezien. Hoe zie je dat vaak? Vaak zit er gewoon een knikje ergens bij het wiel. Hier, op deze hoogte. En dan komt er ook vet uit. Nou, dan kan je er elke keer bij van uitgaan dat die stuk is of stuk gaat. Hier. Als eerst ga ik de spiegel loshalen. Stuurkapje voor, binnenkapje. En uiteindelijk het voorwiel. En dan kan je de kabel erheen rijgen. De kabel erheen rijgen, die is lastig bij een Vespa. Bij sommige scooters zoals Zip of Piaggio Fly. Super makkelijk. Ik ben fucking blij met mijn camera, man. Hard niet in bleef. Oké, dan. Wat ga ik je laten zien? Kijk mee. Kijk mee, cameraman. Hé, dat mocht niet. Oh, bijna Harley kapot. Oké, check. Aan de voorkant, cameraman. Hier is de aansluiting van de kilometerkabel. En hij wil ook wel eens gebroken zijn op de kilometerteller zelf. Als dat het geval is, dan moet je helaas een andere kilometer tellen. Nou, dan moet ik heel even Menno te woord staan, want die komt Harley spullen halen. Nee, ik mag nu nodig. Cameraman, rot op. Daar gaan we weer, we gaan verder, mensen. We gaan eerst de binnenkap demonteren, want dan kom je er goed bij. Oké, dan. 5 schroeven eruit. En dat is hem. Hij is gelijk kaal. Voorwiel. En met een 14. Alvast de bovenkant los. Oké. En met 6. Oeh, spannend. Voorwiel eraf. 4. Kijk. Hier loopt hij een heel klein kiertje. Dat hebben ze heel kut verzonnen bij Vespa. Maar zo is het nou eenmaal. Die kabel loopt hier vanaf de naaf. Gaat hij omhoog. En dan moet hij hier door de vork heen. Als ze gewoon lekker even een openingetje hadden gemaakt ergens, kon hij niet makkelijk langs. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan. Dus ze hebben het gewoon zo lastig gefixt. Dus het is voor mensen thuis heel moeilijk vaak. Maar goed, nu gaan we hem aan de bovenkant doorknippen. Trek hem beneden eruit. Die even los. En dan kunnen we de kabel vervangen. Dan knip ik hem hier altijd door. Zo. Oké. Dan de kabelklem hier. Die is erg belangrijk. Die kabelklem zorgt ervoor dat deze kabels niet tegen je band aanlopen. Dus die moet je minimaal op deze manier of met een tie-up vastzetten. Anders kan die kapot gaan. Kijk, en nu kan je heel makkelijk demonteren. Dus dat was de restje. Ik heb het ene lampje bijschijnen. De ene hand. Dit is wel vet als de camera. Maar. Wat een 16-jarige meisjesstal. Oké, dan mensen. Dit is het trucje. Dat was alles. Maar je moet het wel even zo doen. In de juiste hoek. Tikkie, niet te hard. Dan bos je de bovenkant van de kabel en dan kan je hem aansluiten. Zegt hoofdje. Ja, hij is bijna bevallen. Ja, kijk eens, en er is hij helemaal heel. Het gaat erom dat dit stukje metaal heel blijft, want dit gaat heel vaak stuk, zeker als je gaat tikken. En ook hier is vast. De 14. Laat de slag. Zo, en dan hebben we hier een wartel, zoals dat heet. Dit is een wartel. Dit is een aandrijver. Die kan ook kapot zijn als je teller het niet doet. Bij Vespa ziet dat er zo uit. Ik zal even laten zien hoe het er bij een Zip uitziet. Of bij een Piaggio Fly, of bij een Runner, of bij Kimco's ziet het er zo uit. Dit is de aandrijver. En dan gaat de kabel hier zo overheen. En dan met schroefdraad, maar dat is in dit geval niet zo. Rustig. Oké, cool. En nu die kabelklimmer aan de binnenkant. Die twee goed bij elkaar. Met in dit geval deze metalen kabelklem. Schroefje. Oké, dan. Nou, die zit vast. Gebruik ook niet een te lange schroef voor de kabelklem.
Want als je die doorheen doet, dan gaat die dwars door het spouwbord heen en krijg je een hele lelijke pit. En dat wil je niet. Dus gewoon de juiste schroef, originele schroef, een hele korte en een hele dikke. Nu het voorwiel. Vast. Zo zit vast, binnenkapje erop en dan kunnen we gaan testen bijna. Oké, dan mensen, hij doet het weer. Dit was Volgas met jou hier voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en te liken op YouTube en Facebook. Wij zeggen jullie rustig. Let op. Zo, en dan zit hij er helemaal diep in. En dan is het klaar.